Op 11 november komt FC Twente op bezoek bij Sparta. De wedstrijd eindigt in 1-1 en is rond 21:15 afgelopen. Het stadion stroomt leeg. Ook een 24-jarige Twente-supporter verlaat het kasteel. Toen de wedstrijd was afgelopen, toen liepen we terug naar de auto. Toen spraken we wat na over de wedstrijd en natuurlijk baalden we dat Twente niet had gewonnen. En toen kwamen we eigenlijk tussen de Sparta-supporters terecht. En toen begon de sfeer een beetje grimmig te worden. En we hadden gelijk al zoiets van, we kunnen beter zo snel mogelijk naar de auto toe gaan voordat er iets gaat gebeuren. Verder lijkt er niet zoveel aan de hand. De Twente-supporter loopt met zijn vrienden verder naar zijn auto. Maar zonder dat hij het doorheeft, draait een van de Sparta-supporters zich om. Loopt opnieuw naar hem toe en geeft hem een keiharde klap achter op zijn achterhoofd. Het was net alsof er een bom naast mijn oor knalde. Het was gewoon een hele harde dreun in één keer. Ik zag het niet aankomen, ik verwachtte het niet. Toen ben ik eerst naar de grond gestort, gelijk opgestaan. Was nog wel bij bewustzijn. Maar toen zag ik al direct dat het bloed uit mijn mond stroomde. En toen wist ik gelijk dat het missenboel was. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar wordt geconstateerd dat hij zijn kaak op twee plekken heeft gebroken. Uiteindelijk heeft de man 2 dagen in het ziekenhuis moeten liggen en verlaat hij het ziekenhuis weer met een aantal stalen platen in zijn mond. En hij kan alleen nog maar vloeibaar eten. Ik ben daardoor ook 7 kilo afgevallen, al mijn kracht verloren, conditie is weg en dat probeer ik nu weer een beetje op te bouwen. De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar. Hij heeft een lichte huidskleur en heeft opvallende krullen. Hij draagt tijdens de mishandeling een zwarte jas van de North Face. De verdachte rent na de kaakslag de wijk in. Via de Sparta-straat naar de Van Lennepstraat en de Brederode straat. Een vriend van het slachtoffer rent nog achter hem aan, maar raakt hem kwijt. Ik ben als normale supporter naar die wedstrijd gegaan. Niet uit op ruzie. En dan word je even in het ziekenhuis ingeslagen van achteren. Ja, dat is gewoon een hele laffe actie. Dit gedrag is natuurlijk echt onacceptabel. En de gevolgen van de mishandeling voor het slachtoffer zijn ook echt niet te overzien. En daarom komen we er heel erg graag achter wie er verantwoordelijk is voor deze mishandeling. Wie heeft iets gezien of weet meer van deze mishandeling op vrijdag 11 november? Bel 0800 6070 of meld misdaad anoniem 0800 7000.